Is goed. Duidelijke taal van de trainer, het gaat niet goed. Maar er moet natuurlijk toch gewoon getraind worden. Want niet alleen financieel staat de ploeg op de rand van de afgrond, ook sportief gaat het slecht. De club zal er alles aan moeten doen om niet uit de Jupiler League te degraderen. Ja, het ene komt niet zonder het andere. Laat dat ook duidelijk zijn, dat is ook wel een beetje de cirkel waar we in zitten met z'n allen, denk ik. Dat hebben we ook niet om kunnen keren dit jaar daarin. En goed, sportief is het nog steeds wel zo dat we 1 punt en 2 punten voorstaan op onze rechtstreekse concurrenten. Dat klopt, maar toch is RBC Roosendaal de slechtst presterende ploeg in de Jupiler League. Want waren alle clubs dit seizoen zonder strafpunten aan de competitie begonnen, dan zag de ranglijst er zo uit. En strafpunten kan RBC Roosendaal ook tegemoet zien als ze op zeer korte termijn de financiën niet op orde krijgen. Ja, dat maakt het er allemaal niet makkelijk op. Maar dat neemt niet weg dat wij morgen gewoon de wedstrijd tegen RKC moeten spelen. En dat wij daarop ons moeten focussen. Ik denk dat wij als elftal, als enige voor de RBC-supporters en voor iedereen die RBC een warm hart toedraagt, dat kunnen doen. Dat wij in ieder geval laten zien dat we strijden tot de laatste minuut. En dat geldt zowel op sportief gebied en op financieel gebied. RBC vecht dus voor lijfsbehoud in de Jupiler League, terwijl het niet eens zeker is of de spelers, trainers en het personeel van de club hun salaris gewoon betaald kunnen krijgen. Ja, meestal als ik een gesprek met een trainer afsluit, zeg ik iets van succes. In dit geval sterkte misschien meer op zijn plaats. Ja, maar goed, ook succes. Want ook morgen zal er een wedstrijd gespeeld moeten worden tegen RKC. En de week erna gaan we gewoon vanuit tegen Dordrecht. Voor ons, voor behoud sportief gezien in de Jupiler League. Dus daar hebben we zeker succes voor nodig. Dankjewel. Maar ook sterkte voor de club en alles. Maar zeker ook voor de mensen die hier al heel de leven lang de beste beentje voorzetten om iets van de club te willen maken. En, ja, goed, daar vind ik misschien toch wel het ergste voor.